Ik vind hem heel sterk. Heel sterk met alles wat hij meemaakt, weet je. Ja. Want het is niet makkelijk. Nee. Het is niet makkelijk. Dat. Ik heb Gilly's Loveline in het leven geroepen, zodat we met elkaar eerlijke gesprekken kunnen hebben over de liefde. Kijk, je wordt ergens verliefd en met een beetje geluk groeit dat tot iets echts. Iets wat de moeite waard is. En ik zeg altijd, daar kom je alleen achter als je voor uitdagingen komt te staan als een koppel. Laten we zeggen, je moet met elkaar zware financiële beslissingen nemen, ziekte of een andere zware beproeving. Dat is het moment dat de ene koppel uit elkaar gaat en de andere koppel wordt weer sterker. En ik denk dat ik in Gilly's Loveline vandaag een sterke koppel heb. Tenminste, als ik jullie zo volg op Facebook, hoe jullie omgaan met elkaar en met wat allemaal in jullie leven gebeurt. Esther en Winston, welkom bij Gilly's Loveline. Dank yes, je. Thanks. Leuk dat jullie er zijn, man. Ja, man. En ik meen wat ik zeg, want waar heb ik het over? Jij hebt te maken met MS. Ja. Ik ga niet doen alsof ik heel goed weet wat het is. Ik weet dat het een spierziekte is, chronische spierziekte. Nee, ziekte van het zenuwstelsel. Zie je? Ziekte van de meeste mensen denken dat het een spierziekte is, maar het is van het zenuwstelsel. Ah, oké. Ja. Wat heftig is, maar het is niet dodelijk, hè? Nee, maar je kan wel doodgaan aan de gevolgen van... Maar het hoeft niet zo af te lopen. Ja. Het hoeft niet zo af te lopen. Jij zei iets doops en toen zei ik... Ja, dat is hem inderdaad. Toen ik aan de telefoon sprak, zeg ik van... Hé, luister, ja, ik heb MS. Maar MS controleert mijn leven niet. Nee. Leg eens even uit. Nou, ik doe alles wat ik wil. Ja. Als ik laat me niet tegenhouden door de ziekte. Natuurlijk moet ik soms wel... moet ik er rekening mee houden. Mm-hmm. Maar over het algemeen heb ik voor alles gedaan waarvan mensen hebben gezegd, dat kan je niet meer doen. Waarvan neurologen zeiden dat ik dat nooit meer zou kunnen doen. Ja. Of niet eens heb gedacht dat ik dat ooit zou kunnen doen. Weet je, maar ik heb van alles gedaan. Volgens mij zie ik jezelf ook bergen beklimmen. In ieder geval de Mont Ventoux. Wie heeft dat ooit gedacht? Er was gezegd van, binnen 5 jaar zit je in een rolstoel. En 10 jaar later loop ik de Mont Ventoux. Ja. Meer dan 10 jaar later zelfs, ja. Nee, ik vind het dope, hè. En ik zeg dat jij dat zei, omdat je hebt gelijk. Jij bent niet dat MS. Maar ik vond het wel een bijzondere reden om uit te nodigen. Want ik kijk dan ook naar de liefde die naast je is. Want jullie delen dat ook. Ja. Het proces, je hebt een hele page. Mijn strijd heet dat? Ja, mijn strijd tegen MS. Ja, waarin jij deelt de mindere dagen, de goede dagen. Ja. En ik zeg je eerlijk, soms kijk ik. En dan lig ik, een beetje zielig te doen, om wat dan ook. En dan zie ik jou weer weights pushen of zo. Dan denk ik, get up. Ga doen wat je moet doen. Dus inspirational, maar wordt ook inspirerend. Het is Esther. Is hoe jij aan zijn zijde staat. Zeker. En dat is eigenlijk wat ik spannend vind. Ik zei het net al, je komt voor beproevingen te staan. Want ik neem aan, jullie begonnen. En dit was geen onderdeel van jullie leven. Nee, het was wel meteen in het leven, zeg maar. Ik heb Winston leren kennen, toen was hij al ziek. Ja, dan word je wel meteen met je neus op de feiten gedrukt. Ja. Want ik wist ook helemaal niet wat MS was. Dus de volgende dag op mijn werk ging ik het googlen. Ah, oké. Okay. En toen dacht ik, nou, dit is wel spannend. Kan wel een leuk project worden. Zo zag ze hem ook weer. Yes. Hilarisch. Maar jij zag dat zo. Nou, dat project ben je aangegaan. En hoeveel jaar zijn we nu verder, by the way? Nou, we hebben elkaar leren kennen in 2009. Oké, okay. Ja. Twaalf jaar toch? Ja. Maar was je in deze conditie waar je nu bent, toen jullie begonnen? Want daar gaat het om eigenlijk. Nee, nu ben ik door de afgelopen 2 jaar ben ik zo slecht gegaan. Weet je, dit is, je ziet, ik kom in een rolstoel binnen. Ik kwam steeds wel eruit, maar nu lukt dat me nog niet. Maar ik probeer het wel, maar... ik was nog niet zo ver, maar ik was wel ver. Weet je, het was al duidelijk dat ik de zwaarste vorm... Maar toen je haar ontmoette, toen zei je dus, ik heb MS. Maar hoe was je? Want ik ken je ook. Ja. En dat weet je niet als je niet meldt. Toen dan? Nee, toen niet. Precies. Dat niet was... in een rolstoel, flexie? Nee, maar je had het kunnen zien als je me zag lopen. Ah. Want ik kon er niet altijd verbergen. En als ik, weet je, meestal zat ik gewoon ergens. Ja. Zat ik een beetje rustig, gewoon in hoek, dat niemand is zelf. Maar ik... had eigenlijk al hulpmiddelen nodig, maar ik weigerde het. Oh, weet je, okay. En dat dan maar lopen en maar proberen te doen alsof er niks aan de hand is, weet je, en maar hopen dat ik niet val. Maar weet je, ik heb best wel vaak gevallen daardoor, maar ik weigerde het, want ik wilde niet dat iemand het zag. Weet je, het zijn
is misschien iets van die Surinamers of zo. Je wil niet laten zien wat je hebt. Je meldt het je familie niet eens. Ik was meer dat ik mensen ging buitensluiten dan dat ik mensen toeliet. Dus je bent een man? Sowieso vaak trots / koppig. Ja. Daarbovenop ben je ook nog een Surinamer. Ja. Extra trots en koppig erbovenop. Precies. Dus dat is een beetje wat je hier omschrijft. Precies, maar dat was het ook allemaal. Maar ik ben er niet gek. Als je niet amper kan lopen, waar ze geen hulpmiddel gebruiken. Geen wandelstok, niks. Ja, ja, ja. Dan maar liever vallen op straat. Zo dacht ik echt. Oh, oké. Okay. Als je daar nu naar terugkijkt, hoe je denkt. Ik zou het zo weer doen, nee. Ja, serieus? Ja. Ik zou het zo weer doen. Ik ben nu wel openlijk geworden. Toen was ik niet openlijk, dus ik ben anders. Maar ik heb geleerd van alles wat uit het verleden. Het was een harde les, weet je wel, maar het heeft me wel zo ver gebracht als dat ik nu ben. Weet je, als ik dat niet had meegemaakt, had ik waarschijnlijk ook niet meegedaan. Had ik ook de Mont Ventoux niet gelopen, had ik geen 5000 traptreders gelopen. En zo. Daardoor wist ik wel wat mijn kracht was. Ja. Want als ik de kracht had om dat te kunnen doen, ja. Weet je, dan is 5000 traptreders lopen, ja, dat moet ik dan ook kunnen. Zo dacht ik erover. En de Mont Ventoux. Want het was nog erger om te lopen, om te doen alsof er niks aan de hand was en zo te lopen terwijl je gewoon een rolstoel of een wandelstok of een rollator nodig had. Maar even, hè, voordat ik wil jullie een vraag stellen voordat ik daar ga. Eerst even voor het beeld, hè. Want als je echt niet weet, jij wist niet eens wat MS was, toch? Nee, ik klopt. Dus iemand kijkt nu, heeft geen idee. Ja, MS, oké, nou, een beetje ziek. Nee, is some serious stuff. En vandaar die respect, want jullie zijn positief. Vaak dan, wat ik zie. En jullie zijn altijd samen en gaan er samen mee om. Wat zijn de grootste kenmerken van MS? Het slecht lopen, in ieder geval. Bij mij is het mijn geheugen. Oh. Geheugen verder is ook bij mij. Dat wist ik niet eens. Nee, weet je, het is geheugen. Spasme. Ja, vooral dat. Mm-hmm. Heet het? Dat heb ik ook last van. Spasme. Blaasproblemen. Weet je, ik heb geregeld urineweginfecties. Komen bij dingen komen ook nog... Ja, daardoor ga je ook nog slechter. Wow. Daardoor kom ik ook vaak in het ziekenhuis. Ja. Dus een ziekenhuisbezoek is a big part of life. Ja. Ik lig zeker voor opnames. Ja. Lig ik 4 keer per jaar in. Soms 5. En dan soms langer dan... Ik lig er sowieso voor omdat ik dan 3 keer... Een infuus met methylprednisolone is een prednisolonekuur, maar eentje die sneller werkt dan normale prednisolone. En terwijl jij uitlegt, terwijl je mij probeert uit te leggen wat MS is, zie ik jouw adlibs droppen, Esther. Dus jij bent gegaan van niet weten wat MM is, dan gewoon nu mee uitleggen, ja dat is dit, dat is en zo. Dus jij hebt je helemaal in verdiept. Ja, door de jaren heen. Ja. Kijk, als je iemand leert kennen, dan is het... Ja, je maakt een keuze, weet je. Want ik had ook een keuze. Ja. En ik besloot... Dat doe je niet expres. Je raakt verliefd op iemand. En dan wil je all the way. Tenminste, ik wel. En dat was... Ja, dan moet je daarmee dealen. Dus je gaat je inlezen. Ja, kijk, als ik hem nu bijvoorbeeld zie lopen... Of toen zag lopen... Dan weet ik precies hoe hij zich voelt. Weet je wel. En hoe ik op hem kan letten. Ja. Maar dat was niet makkelijk. Helemaal niet in het begin. Maar dat was voor hem ook lastig. Omdat er zoveel dingen rondom speelden. Ja. Ja, dus dat was moeilijk. Dat ik leer kennen. Ja, ik was mijn depressieve periode. Ik ben... omdat alles wat er gebeurde... Weet je, ik werd ziek. In mijn eerste keer dat ik in een rolstoel kwam... Ja. Weet je, dat kende je al voordat je haar leerde kennen. Ja, toen al. Dus in 2006 zat ik voor het eerst in de rolstoel. Mijn oudste heeft me toen, ik kon niet lopen meer, zo opeens. Ja. Mijn oudste zoon heeft me daarboven moeten dragen. Dus dat soort dingen speelden al mee gewoon allemaal toen. Weet je, als ik er nu aan terugdenk, weet je. Mm-hmm. En dat heeft bij mij ervoor gezorgd ook, dat ik depressief begon toen. Ik ben dag en nacht ben je op internet, je bent op googlen, want je wil weten hoe het verloop zal gaan. Terwijl, je kan het niet vinden, want bij iedereen is het anders. En wat je tegenkomt zijn misschien nog... Nee, dat niet eens. Het is meestal niet eens wat jij... Je vindt nooit wat je wil vinden eigenlijk. Ja. Want je hebt genoeg vragen, maar eigenlijk wat je wil weten is hoe het bij jou zal gaan. Ja. Dus je bent eigenlijk op zoek naar iemand bij wie het net zo loopt.
Mm-hmm. Bij wie het begin net zo, zo is. En die vind je niet. Bij iedereen is het anders. Is het anders. Ja, ze noemen MS ook wel de ziekte van 1000 gezichten, weet je wel? De ziekte van 1000 gezichten. Ja, want iedereen, zijn verloop is bij iedereen anders. Je hebt ook contact met andere MS mensen die zijn getroffen door MS. Ja. En daar zie je ook van 1000 gezichten. Ja. Weet je, daarom laatst die campagne waarin ik mee had gedaan, hebben ze toen 5 gezichten, hebben ze 1 gezicht van gemaakt. Dat is toen op de abris gezet en zo. Ik heb het voorbij zien komen. Je hebt meegedaan aan een campagne, een reclamecampagne. Ja, Face It, zo heet het. Ja, Face It, MS Face It. Dus dat is 5 gezichten bij elkaar. Daarmee bedoelen ze al dat het zoveel verschillende gezichten zijn. Okay. Want iedereen van ons heeft verschillende ervaringen met de MS, weet je. Oké. Interessant, want dan kom je dus deze vrouw tegen. Ja. En jij zegt, hey, sheesh. En met al je trotsheid, en dan die dubbele Surinaamse trotsheid en koppigheid waar we het over hadden. Ja. Weet jij van, want dat betekent dat hij gelijk dacht van, hey, dit kan echt iets worden. Met deze wil ik echt iets, want jij dropt dan gelijk met, ondanks al je trots, van, hey, dit is mijn situatie. Nou. Of niet? Nou. Hoe ging dat echt? We zaten in de kroeg. En hij kwam binnen. En toen kwam hij aan mijn tafel staan. Want ik scheen op zijn plek te zitten. Maar dat had ik niet eens door. Dat was natuurlijk. Hè? Ja, dat was de trick, hè? Ja. Hey, je zit bij mijn tafel. En we hadden een gezamenlijke vriend. En die stelde mij aan hem voor. Ja. Of ja, zo. En toen zei hij, ja, het was niet zo letterlijk. En ik kan me het ook niet meer heel goed herinneren. Maar ja, in zo'n move van, ik ben Winston en ik heb MS. Zo in 5 minuten werd dat zo. Niet zo nou, natuurlijk. In 5 minuten was dat wel duidelijk. Zo, jij krijgt ook ruimte om jouw verhaal. Zo ervaarde zij het. Ja, zo ervaarde ik het in ieder geval. Toen dacht ik van, oh, oké. Nou ja, en toen gingen we wat drinken en nog wat drinken. En toen dacht ik, nou, hij lijkt me wel een aardige jongen. En toen toen werd ik naar huis gebracht. En toen dacht ik, ja, ik kan 2 dingen doen. Of ik geef mijn nummer, of ik geef mijn nummer niet. Wacht even, je wordt naar huis gebracht door hem? Ja, ik werd naar huis gebracht, want ik had de laatste metro gemist. En toen dacht ik van, want ik kwam echt uit een hele rot situatie. Yeah. En toen dacht ik van, nou, ik was helemaal niet van plan om iemand nieuws te leren kennen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Mm-hmm. En toen dacht ik, weet je, als ik niet mijn nummer geef, zal ik nooit weten, nooit erachter komen of je me zou bellen. Maar wacht even, hij heeft nog niet eens je nummer gevraagd, hè? Nee. Dus jij bent al bezig voor jezelf. Ik was het al aan het Jij gaat je nummer geven. Uh-huh. Vrouw bepaalt uiteindelijk hoe het gaat, hè? Maar jij was ermee bezig. Hij ook natuurlijk, maar jij was voor jezelf ermee bezig. Oké. Okay. Nou ja, en uiteindelijk, toen ben ik uitgestapt, ging naar huis en toen heb ik mijn nummer gegeven. Ja, voordat ik uitstapte. Ja. Yeah. Toen heb ik mijn nummer gegeven. Toen dacht ik van, nou, dan zien we het wel. Oké, nou, en je hebt het gezien. Ja. Zoveel jaar later, een leuk zoontje erbij. Ja, dus inmiddels 8, wordt 9. Kijk daar, boom. Ja. Zo leuk. Wat klopt er niet vanuit jouw kant? Dat ik het meteen zo, ik ben Winston en ik heb MS. Lijkt net zo'n campagne. Ja. Dat is natuurlijk nergens op. En dat is gewoon dat er vrienden om me heen ook waren. Weet je, dat ze zeiden, hey, hoe is het met je? Weet je, en dat het naar boven kwam. Naar boven. Ja, ik weet en dan ga je dat uiteindelijk zeggen, maar ik ga niet van, ik ben Winston, ik heb MS. Hey, ik zeg je eerlijk, is het misschien een beetje fout wat ik ga zeggen? Ja. Maar ik wilde hem ook gebruiken als ik dacht, als het werkt. Hey, je mag ik ben Gilly. Gratis, je krijgt een foto. Nee, maar deze klinkt logischer. Het kwam naar boven. Ja. En ja, en jij dacht, wat is dat? Want je weet niet wat het is. Je denkt, oké, maar je hoort, het is iets. Een ziekte. Toch? Of niet? Ja. En toen ben je gaan googlen. Ja. Zie je, zij was gelijk geïnteresseerd. Ja. De volgende dag. Thuis. Volgende dag, het was dezelfde dag. Dezelfde dag? Volgende dag was ik op het werk en toen, toen vertelde ik aan collega's van, nou, ik heb wel iemand interessant ontmoet. Hé, maar wat was ze dan? Wat was ze dan? Want ik merk interesse vanuit jou, maar ook gelijk vanuit jou dan. Wat was er dan, die klik? Want jij was eigenlijk niet in de mood. Jij zit in een depressie. Ja. Want dit vind ik interessant, hè? Ja. Jij had eigenlijk geen zin in dit. Jij dan ook, misschien niet per se, omdat je zit in een depressie, maar dan toch, zin of geen zin, dan gebeurt er toch iets, klak. Eigenlijk en dan verandert jouw idee. Ik weet niet, voor mij is het altijd de vraag, weet je? Ja? Van wat dat is. Ja, wat dat,
Nou, ik denk dat ja, we moesten elkaar, zo zie ik het altijd, heb ik het altijd gezien, dat we elkaar moesten tegenkomen. Ja, het was nodig. Ja, het was nodig voor mijn leven. Mm-hmm. En misschien ook wel, ja, ik kan het niet voor hem invullen natuurlijk. Yes. Maar ik, ja, alsof het ook, ja, we hadden elkaar nodig. Ja, ah, dat vind ik mooi. Maar ik vind het zo bijzonder, want je denkt van, hey, even niet. En jij van, hey, je bent dan depressief. En dan komt er zo, en dan komt er toch op je pad. Ja. Want dat is eigenlijk wat ik hier wil benadrukken. Dat, ja. Dus misschien moet liefde echt op je pad komen, hè? Is toch echt, ja, zo? Je kan gaan zoeken. Kan ook werken, hoor. Daar niet van. Want mensen zeggen altijd heel stoer, nee, je moet er niet zoeken. Het komt op je pad. Maar in deze klopt het. Ja, het is op je pad gekomen. Ja, zeker. Want het was een fit. Right fit. Meteen. Nou. Er waren veel fittings, bedoel je. Gelijk aan het begin al. Ja, weet je. We waren zo explosief naar elkaar toe. Iedereen had zijn eigen ding. Maar we hadden ook ons ding samen. Ja. En dat was heel moeilijk, zeg maar. Ik kon hem moeilijk geruststellen. As in, geruststellen? Nou, as in van... Je kan me vertrouwen. Ja, vertrouwen. Ja. Ja, van ben je niet één van de... Ja, ben jij niet één van de... Dus dat hij niet één van de velen is. Nou, nee. Ja, hoe bedoel je? Dat idee? Nee, ik dacht dat je dat bedoelde. Je zegt, ben je niet één van de... Ja, dat ik misschien een voorbijganger was. Oh, dat jij één van de was. Oké. Okay, ja, dat ik een voorbijganger zou zijn. Dat ik niet... Dus zomaar je energie inzet en je all en dan... Ja, dat. En, ja. Is dat onzekerheid? Esther? Of ik onzeker was? Was dat onzekerheid? Van hem, ja. Oh, oké. Okay. Mm-hmm. Ik zat in een andere fase van mijn leven. Toch? Ja, ik was, ja, ik weet je, dat is het. Ik zat in... ik denk dat ik toen in een van de moeilijkste periodes van mijn leven toen zat. Toen, hè? Toen je haar ontmoette? Ja, ja. Bijzondere startpunt. Ja, het is, ja. Dus het was allemaal, weet je, zijn periodes waar ik niet eens aan terugreed. Nu eigenlijk meer, omdat we het nu erover praten. Hebben, ja, weet je, ja. Maar ik denk eigenlijk nooit graag aan die periode terug, weet je. Dat is, omdat ik heb een moeder, dat is iets moois, maar alles zit weer een zwarte rond, weet je. Ik had het echt, nou, echt goed uitdrukken, of fucked up fase was dat van mijn leven. Ja. Weet je, die depressie, het lopen, alles wat ik kwijt ben geraakt. Ja. Weet je, eigenlijk kan je zeggen, ik was gewoon persoonlijk failliet. Ja, weet je? Ook nog, ja. 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 Weet je, dus ik was, het was geen leven. Oké. Okay. Het was de naaste periode uit mijn leven. Dus wat ik me al niet voelde, je voelt je geen man meer, je voelt je geen... ik voel me niet een slechte vader voor mijn kinderen, een slechte ex voor mijn ex-vrouw. Ik voel me, weet het? Alles van dat. Ja. Weet je, ze maakte me mee in die periode, terwijl wij dan met elkaar zijn. Juist. Weet je, maar dat kan dan in het begin, zou denken dat kan nooit gaan werken dan. Weet je, dus het gaat dan ook botsen, weet je? Absoluut, man, ik begrijp hem, man. Weet je, en dan toch, weet je, dan, dat vind ik dan altijd mooi, dat we uiteindelijk dan zo eruit zijn gekomen en zover zijn als ik nu ben, weet je. Ik ben nu alles behalve persoonlijk failliet, weet je, ik ben nu, weet je, ik heb het nu, heb ik het goed. Maar het is, laat een barkje voor me als je weggaat, want ik struggle. weet je, maar het is ongelooflijk, dat is zo gaat, het is niet... Financiën vind ik niet eens belangrijk. Natuurlijk, je wilt geen shit hebben. Ja, je wilt geen zorg hebben, weet je. Maar ik ben niet... maar ik ben trots op de andere dingen, weet je. Niet financieel, maar er zijn andere dingen. Wat ik allemaal heb meegemaakt, wat we samen hebben meegemaakt, waar ik trots op ben. Yeah. Weet je, en de rest is bijzaak. Weet je, ik ben goed blij dat het nu goed gaat met mijn kinderen. Yeah. Mijn ex, weet je, zij zorgt ervoor dat het met mijn kinderen daar in Schiedam, dat het daar allemaal goed is. Yeah. Zij met de kleine hier zo, waardoor ik alles kan doen wat ik doe. Mooi. Dat heb ik allemaal aan hun te danken. Yeah. Ja, nou, dit is een goed moment om dat uit te zullen. Dat waarschijnlijk al weten, nou spreek het uit zeker. Want, want dat is mooi, hè? Dat je dus balans kan vinden, want daar is dus ook een ex in het spel. Maar er zijn veel kanten waarmee jij mee te maken hebt. Dus een ziekte wat effect heeft op alles. Ja. Toch wel alles. Liefde, ex-liefde, kinderen.
En daar balans vinden, want je hebt met verschillende persoonlijkheden te maken. Jazeker. Maar gelukkig man, ik ben blij om dat te horen. Ja, want dat zou er ook nog bij moeten komen. Tja. Ja, weet je, nee, ik ben blij dat al, wat dat betreft alles goed gaat. Ja. Dat is, mooi man. Weet je, dat is beter dan ik ooit had durven denken. Ja. En eigenlijk, dus dat was het zwaarste periode van je leven. Zo ben je hem dan tegengekomen. En dat is dus alleen maar beter geworden. En zij moet daar wel een bijdrage aan hebben gehad. Ja, tuurlijk. Ik geef het te weinig credit eigenlijk daarvoor. Ja. Veel te weinig. Ik geef er veel te weinig credit ervoor. Ja. Ik gooi meestal mezelf naar voren. Van nee, kijk wat ik doe met al mijn filmpjes. Ja. Kijk wat ik doe. Ik zou al die dingen niet kunnen als zij er niet zo voor me zou zijn. Ja, je hoort het nu. Ja, ik hoor het. Maar zij kan er niet tegen als ik een credit geef. Ik vind het belangrijk dat hij zo opgeruimd is. Weet je wel? Ja. Dat hij. Ja, toen ik aan dit project begon. toen. Het project Winston. Ja, toen zag ik dit echt zo voor me, weet je wel? Dat alles eromheen kon worden opgeruimd en dat hij aan zichzelf kon gaan werken, weet je, aan zijn lichaam, want dat, ja, weet je, ziek zijn alleen is dan nog niet erg, maar als je niet weet hoe je verder moet, dan vind ik dat nog erger, weet je. Dus ik probeerde een beetje te helpen in de zin van op te ruimen, zeg maar, wat hem dwars zat. Ja. En dan, ja, als er weer iets was gelukt, dan namen we weer een stapje. Zo zijn we gaan afvallen. Mm. We hebben meegedaan aan de Weight Watchers. Ja, niet echt meedoen, yes, maar ja. A change of life, weet je. Ja. Een kantelpunt in ons leven gemaakt. Waar hij... En ook weer samen, hè? Ja, maar alles, ja, dat vind ik wel het meest belangrijk. Want je kan niet, tenminste als je met elkaar bent... Ja. Kan je niet zeggen, ja, ga jij dit doen en ik doe niks. En ik kijk aan de zijlijn. Snap je? Ja. Dat, nou, voor mij werkt dat in ieder geval niet. Nee, het is moeilijk. Nee, als je het in je eentje moet doen. Ja. Dus toen zijn we samen gaan weightwatchen. Toen is hij in 10 maanden tijd 30 kilo afgevallen. Ja, 8 maanden tijd. Ja, 8 maanden tijd. Ja. 30 kilo alleen op voeding, hè? Ik sportte niet eens. Nee. Voeding is... Het enige wat ik deed was op de home trainer zitten. Dat was toen... Ja. 30 kilo? 30 kilo. Ja. Voor de rest kon ik niet lopen. Je weet het, ik kon amper lopen. Dus ik kon geen meer buiten. Dus ik heb weinig beweging. Slimme voeding. Hey, maar hoe dan ook. Jullie moeten... Jullie zeggen, jullie maakten ook ruzie in het begin, toch? Ja. Ja. Maar jullie hebben toch een soort raakvlak wat betreft mentaliteit van go get 'em. Ja. We gaan het doen. Ja. Dat moet je ook nog hebben, want je kan makkelijk handdoek in de ring gooien op momenten. Of zeg van, hey yo, fuck it man. Leven is kut of dit is kut. Maar jullie beiden hebben dezelfde frequentie. Ja, die dagen hebben we echt wel. Het is niet alleen maar positiviteit lang leven de liefde. Maar samen toch, dat vind ik ook bijzonder. Dus ik bedoel, misschien heb jij een keer je dag niet. En hij een keer de dag niet. Maar uiteindelijk kom je weer bij samen afvallen, samen dit doen. Ja. Is dat het? Ja, je mag dingen, situaties niet uit de weg gaan, weet je wel. Ja. Soms denk ik van ja, de hoogste berg is niet hoog genoeg, weet je wel. En je krijgt altijd obstakels op de weg. Ja, ik vind, wat je zegt, weet je, go get him. Want kijk, als je aan een man vraagt wat wil je, dan hoor je een paar dingen. En grote kans dat je ook, wat zoek je in een vrouw waarmee je wil zijn. Waarmee je wil zijn, hè? Grote kans dat dan voorbij komt een ride or die. Het is leuk om te zeggen, maar... Ja, je moet het nog maar waarmaken. Waarmaken, meemaken. Maar ik heb dan nu eentje. Weet je, maar ik heb nooit gedacht van, wat zoek ik in een vrouw? Of zo. Nee, ik denk van, nee. Dus het is jou overkomen? Ik denk, nee, de klik is er. Hey, dan ga ik jou laten beseffen vandaag dat... Is niet vanzelfsprekend hè, dat je een ride or die... Hey, laten we die eruit halen. Die ride is bewezen. De ride. She rides. Is goed, ik denk ook niet dat ze dood voor me gaat. Hoef er niet achter te komen. Maar er wordt gereden. Ride or die. En je hebt die. Maar dat nam je nooit mee. Nee, ik bedoel...
Ik heb vroeger nooit gedacht van ik wil zo, een vrouw die zo is en zo is. Weet je? Het is, ik hou wel van een vrouw als een vrouw die sterk is. Weet je, dat wel. Niet eentje die we zegt van als ik met hem mee ga uit eten en ik zeg van ik neem dit, wat neem jij, wat jij neemt. Weet je, gewoon één met eigen mee, weet je, die sterk is. Okay. Dat wel. Dat is altijd waar ik van heb gehouden. Of de rest, ik heb al zoiets gedacht, hey, als het klikt het. Maar zag je gelijk dat Esther de sterke vrouw was? Oh ja. Ik denk het wel, ik denk dat veel mensen dat zien. Ja, ik had zoiets van, ze doet ze sterker voor dan dat ze is. Ja. Weet je, ik had wel zoiets van, dat ze een soort muur of zo. Schild. Dat is iets wat ik gelijk in haar zeg. Ik zeg wel zoiets van, volgens mij ben je wel een stuk aardiger dan dat je voor over te komen. Weet je? Ja. En zo, nou, dat blijkt dus ook wel. Ja. je luistert. Interessant, hè? ik had het er toen ook gezegd. Ja, mijn muur was best wel hoog. Hè? Ja. Maar dat kwam ook... weet je... Geeft niks, ik ben een sloper. Ja. Dat is gebleken. Ik was al jaren zelfstandig, woning zelfstandig. Ik had werk, weet je. Ik had gewoon mijn leven. Maar iedereen die in mijn leven voorbij kwam, dat waren, nou ja, zogezegd, een bunch of losers. Mm-hmm. Weet je wel? Dus dan heb je niet snel dat je denkt van... Oh, wat zoek ik in een man, weet je? Want ik was helemaal niet dat ik dacht van... Oh, nou, leuk. Maar ja, ja... Toen kwam ik hem tegen. De sloper. Ja. De muren sloper. Ja, en hij heeft wat dat betreft, weet je, mijn muur was echt heel hoog. Dus als ik ergens naartoe ging, je kon mij ook niet zomaar benaderen, weet je. Dat ging op een... Dat al niet, ja. Dat al niet. Ik was niet in de stemming om benaderd te worden. Ik was niet benaderbaar. En hij heeft mij een beetje... Is dat een blik? Is dat ook echt verbaal? Ja, dat oprot. Ja, kan aan Amsterdam, hè? Ja. Geboren Amsterdammer. Dat kan van alles zijn, weet je wel. En hij heeft me daar wel in zachter gemaakt. Ja. Zo zacht dat ik gewoon, zo gezegd, gesocialiseerd ben. Ah, dus hij heeft je ook helpen groeien? Ja, absoluut. Absoluut. Als mens? Ja, als mens. In verschillende facetten. Mm. Ja, verschillende dingen. Ja. Jawel. Wat wil jij dan straks? ik zie dat jullie dit leuk vinden, elkaar horen praten over jullie liefde. Dat is ook jullie slooplijn, hè? Je hoort dat je denkt van, hey, we hebben echt wel best iets solids. Ja, ik hoor er nooit zo aardig tegen praten. Wil je een vliegtuig? Hey, om het gezond te houden, onderweg in de auto, volgens mij komt weer een ruzietje over, waarschijnlijk iets kleins. Ja, maar een relatie is stabiel. Is stabiel, weet je. Je moet ruzie kunnen maken. Yeah. Weet je, dat moet gewoon kunnen. Je moet je niet in hoeven houden, weet je, om bang te zijn om iets tegen iemand te zeggen omdat je denkt dat je hem gaat kwetsen. Dus kijk, als ik op straat loop, dan kijk ik misschien rechts en zie ik een koppel hand in hand lopen, zo lachen. Denk ik, hey, hun zijn echt beste matties samen, misschien wil ik dat ook. Maar dan kijk ik links. En dan zie ik een koppel die zit naast elkaar alsof ze geen zin met elkaar hebben, maar ze accepteren het. Yo, dit is wat het is. Dan denk ik, hey, I'm good. Dat heb je ook als we uit eten gaan. Bij ons gesprek, eigenlijk valt er bijna nooit stil, tenzij we aan de kou zijn. Maar bij andere mensen, ze kijken andere tafels en die mensen zitten gewoon zo tegenover elkaar en er komt niks uit. Gewoon, weet je? Behalve, ze praten pas wanneer er wordt gevraagd wat ze willen eten. Ik zeg je eerlijk, en het is vervelend om dat te zeggen, maar dat is hoe ik het ervaar. Soms kijk ik dus naar koppels in de auto of zo, en dan zitten ze naast elkaar en dan zeg ik van, koek eens op, man. Koek eens op. Maar ze gaan gewoon met elkaar door. Ik zeg, nee, dat wil ik niet, man. Dat wil ik niet, dat ik daar. En dat zijn voor, ik weet niet hoe het echt zit, maar dat is het beeld wat ik dan krijg. Dat zei ik, ik kijk links, ik kijk rechts en dan denk ik, ik loop wel rechtdoor. In mijn eentje. Misschien hebben ze het wel gezellig thuis, maar ik denk, als ik mensen uit eten zie en ze zijn een uur lang, zijn ze stil. Hey, maar dat is ook iets wat koppels doen, of niet? Zijn jullie ook zo koppel die zeggen, kijk, en dan invullen hoe dat zit? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, we hebben het veel te druk gewoon. We zijn met onszelf. Ja, ik ben nooit naar andere letten. Nee, maar ik kijk naar mijn bestelling. Kijk af en toe naar haar dan. Kijk naar wat ik eet. Maar we praten veel altijd. Ja. Sterke vrouw, wat voor type vriendin ben jij dan? Als je dat moest in 5 woorden moest zeggen. Wat voor type vriendin? Naar hem toe?
Nee, ja, oh, dat is belangrijk, hè? doe maar eens. Voor hem. Volgens jou, ja, volgens jou. Je moet het over jezelf zeggen. Ik denk dat ik... loyaal ben. Dat ben ik in ieder geval. Ja. Ik stel een moeilijke vragen. Ja, maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk om dat zo te omschrijven. Weet je, ik ben er gewoon. Weet je? Ik ben er gewoon. I love it. I'm here. Dat is al genoeg eigenlijk. Ik ben er, weet je. Ik steun hem. Vul haar aan. Wat is er nog meer? Ja, iemand op wie ik kan bouwen. Steun me in alles. Als ik iets ergens niet uitkom, ze helpt me daarbij. Ja. Weet je, dit is... Ja. Ze vult me aan. Dingen die ik niet weet... Even normaal, maar ik ben echt serieus. De clichés komen tevoorschijn, maar zijn wel waar. Het wordt geen Tom Cruise gedoe of zo, weet je, dat ik op de bank ga springen. You complete me. Nee, Maar het is wel zo. Het is wel zo, daar kan je dan niets aan doen, dat echt zo is. Ja. Ja, het is ook pas bij Heartbreak dat je liefdesliedjes gaat begrijpen en dat je opeens die teksten hoort. Of bij Verliefdheid, dat je opeens hoort wat ze zingen. Je kan ze opeens zelf schrijven. Begrijpen en zingen, volgens jou. Ja, oké. Zo zit erin. Nee, maar dat is eenmaal zo. Al die clichés, wanneer je verliefd wordt of Heartbreak, opeens hoor je die teksten. Zeg je, oh, of die films. Opeens naktetjes, sommige scènes, of niet? Precies. Maar you complete him. Ja. Maar dat is het dus, weet je. Eigenlijk, oké, complete me is Tom Cruise, maar ik zei je film me aan. Maar het is wel echt zo, weet je, maar het is wel zo. Wat voor type man is Winston? Wat voor type dus hubby is Winston? Ik vind hem heel sterk. Heel sterk met alles wat hij meemaakt, weet je. Ja. Want het is niet makkelijk. Nee. Het is niet makkelijk. Dat... Ik zit te denken waar ik zakdoekjes heb. Dat is wat ik nu aan het doen ben, want ik zie het aankomen. Ja, die tissues hier zo moeten stellen. Een tissuebox gewoon nog in het midden. Nee, maar ik zeg je eerlijk, het is bijna fout om te zeggen, maar ik geniet ervan. Weet je waarom? Want het is echt. Het is echt. En ik denk dat anderen dat ook kunnen zien. Tot aan You Complete Me, maar hij is sterk. Maar jij bent ook sterk, Esther. Nu jullie zo lang met elkaar gaan, dan... Ik ga doekjes erbij halen, voor de zekerheid. laat me als een gast hier gedragen, hoor. Oh, kijk eens. Ja, dank je. Nee, maar ik vind het mooi. En ik ben ook dankbaar, want kijk, dit is een lobby. Iedereen, ik zei het al, hè, in het begin. Je wordt verliefd. En dan, als je geluk hebt, groeit je tot iets echts. We kunnen stellen dat dit echt is wat jullie hebben, toch? Dat heeft zich bewezen. Ja. Jawel. Want je kan iets willen. Je denkt, ik wil graag dat het zo eruit ziet. Maar je moet toch dingen meemaken om iemand te kunnen kwalificeren van... Hey, you know what? Wauw. Jij hebt je echt laten zien. Ja. Precies, maar dat is het. Yeah. Weet je, met het begin was niet makkelijk. Het eerste aantal jaren was echt niet makkelijk. Yeah. Weet je, en voor hoe we het nu hebben... Weet je, nu is het voor mensen die het misschien net kennen... Weet je, of zien hoe we het hebben, denk van, weet je, het lijkt het alsof we altijd zo happy of zo zijn geweest, dat het alles goed is. Maar we zijn gewoon in de loop der jaren, we zijn sterker naar elkaar gegroeid. Weet je, alles wat we hebben meegemaakt, we zijn niet uit elkaar gegaan of zo. Is liefde sterker geworden? Ja. Ja, absoluut. Ja, het is anders dan het in het begin was. Weet je, dit is meer hou van, dat is misschien verliefdheid en doe misschien nog gekke dingen. Ja. Weet je, ruzies om de stomste dingen, dingen maken. Plus nog de depressie zat er ook nog eens bij. Ja, ja. Weet je? En in 2015 waren we eventjes weer uit elkaar. Toen was ik ook weer... Toen begon ik weer depressief te worden. Ja. Maar daarna wist ik dat... Ik merkte toen dat er wat aan mij mankeerde. En dat was mijn... hoe zei ik het nou ook weer? Ik had geen... wat was het nou... mijn zelfvertrouwen was gewoon weg. Ik voelde me weer een minderwaardigheidscomplex. Had ik weer, weet je? Die kroop weer op. Ja, kroop weer op. Waardoor ik... En het is allemaal gekoppeld aan MS-ziekte, hè? Ja, ja. Weet je, als jij zo loopt. Je ziet andere gasten zo lopen. Ja, ja, als iemand, het moet maar iets te gebeuren. Mensen hebben het al bij minder.
Ja. Ik verdien niet zoveel. Precies, maar dat had ik ook. Ja. Weet je? En je kan minder. Ik voelde me weer geen man. Weet je? Ja. En dan krijg je weer dat gevoel. Als je dat hebt. Ja. Tot ik op een gegeven moment. Bij mijn moeder thuis sliep ik toen. En was. En s'nachts zat ik na te denken. Of dingen gewoon. Of echt een aantal jaren. Of al die jaren. Ja. En toen kwam het in me op van hé. Het ligt helemaal niks aan. Yes, het ligt allemaal aan mij. Ik moet veranderen. Ja. Weet je, ik heb. Weet je, dat minderwaardigheidscomplex. Jezelf, man, het ligt allemaal aan mij. Ja. Dat moet ik gewoon veranderen. Vroeger was ik nooit onzeker. Ik was niet onzeker. Ik was een beetje verlegen, maar ik was niet onzeker. Juist. Weet je, en dat alleen al maakt je zeker. Ja, dus dat moest ik weer terugkrijgen. En vanaf 2015. Daar heb ik mijn dieptepunt bereikt. Ja. En vanaf toen, ik zei tegen Esse, maakt mij niet meer uit of je bij me terugkomt. Weet je, maar ik ga maar nu, weet je, er gaan dingen veranderen even. Ja. En dat ging veranderen. Ik ging veranderen. En dat is wat nu allemaal is gebeurd. 2015 en dan kwam alles dat ik ging lopen. Ik had geen doelen stellen. Ik ging trainen. Ik ging naar sportschool. Ik werd fanatieker dan alles. Ik dacht van, ik moet mijn ex trots maken. Ik moet mijn moeder trots maken. Ik ga mijn kinderen trots maken. Iedereen ga ik trots maken. En het is zo groot. Hoe heb je zelf daar gekregen? Dus die mental, hè? Mindset van? Door dat. Wat ik die avond... Omdat je realiseerde. Wat ik me realiseerde. Ah. Daar is het begonnen bij mij. En ik wist van, ik kan niet... Nou, wat mijn kinderen hebben meegemaakt, weet je, en mijn moeder met mij hebben meegemaakt. Mm-hmm. Weet je, mijn moeder, en zo, ik met mij in mijn depressiviteit, zij ook. Mm-hmm. Ik zei, ik kan niet meer zo teruggaan. Ik ga alles nu goed doen. Yeah. En alles ga laten zien, weet je, dat ik niet opgeef. Want ik heb opgegeven. Ik had opgegeven steeds. Mm-hmm. Ik ga het anders doen nu, weet je. Yeah. En daarom, als ik dan liep 5 kilometer de eerste keer, weet je, ik kan niet meer, maar ik loop door, weet je. Zo, en dat ik niet kan stoppen. Omdat als ik ga denken aan mijn kinderen, wat ze meegemaakt met me. Iedereen die wat met mij heeft meegemaakt. Ja. Weet je, we moesten er ook doorheen. Ik ga er ook doorheen. Voor mij is het dan maar 1 dag dat ik meester ben, of een middag. En dan is het klaar. En hebben we dat zo lang hebben meegemaakt. Ja. En dan heb ik het alles wat ik deed, kon ik volhouden. Waarvan iedereen dacht van, dat red je niet 5000 traptredens, dat red je niet. Weet je, vorig jaar september nog dat ze zeiden, ik begon, je ziet hoe slecht ik liep. Ja. Zo slecht liep ik al vanaf het begin, zeiden al dat. Weet je, dat die mensen van wat is het nou, die ondersteuningsteam, die medische team. Ja, gaven ja, in de arena. Ja, nee, in Utrecht toen we lopen. Oh. Ik had begin, weet je, liep al meteen met ons mee. Telefoonnummers geven, maar hun hadden niet gedacht dat ik het ga halen. Ik haal het, hoe slecht ik ook begin. Goed hoor, maar dus jij had dat nodig om je mindset naar een next level te brengen. Ja. Dus misschien was dat nodig. En hoe ging jij die tijd daarmee om? Nou, toen... Ik vond het heel lastig, zeg maar, hoe hij zich voelde. Want ik vanuit mijzelf wist ik... Je hoeft je niet zo te voelen, weet je wel. Maar ik begreep hem wel. Ja. Want als ik bijvoorbeeld uit mijn werk thuis kwam... Dan ben je vol van verhalen, weet je wel. En je wil erover praten. En ik voelde aan hem dat hij dat niet kon handelen. Mm-hmm. Dus daarmee merkte ik hoe hij zich voelde. Maar en toen zijn we inderdaad eventjes uit elkaar geweest. En toen hij dus met mij kwam praten die dag. Ja. Dat hij, nou ja, wat hij nu heeft gezegd, weet je. Toen geloofde ik hem ook. Ik geloofde hem meteen, weet je. Ja, ja. Van dit gaat goed komen. Dus ja. En weet je waarom ik denk dat je hem gelooft? Tenminste denk, weet je, als jij praat, hè. Je praat over die depressie. Dan gaat je blik vormt ook. Naar dat moment. En als je praat over... En toen kwam ik. En toen kreeg ik die switch. Dan wordt je gezicht ook sterker. Ik het helemaal voel. Ik voel het helemaal terug. Weet je, het is nu 6 jaar geleden dat ik zo dacht. Weer in die... Maar het is allemaal zo heftig geweest toen de tijd. Ja. Weet je, dat het gevoel komt gewoon weer naar boven. Daarom denk ik ook niet graag aan mijn zwarte periode. Ja. Omdat het gevoel zo dichtbij komt. En ik wil dat niet meer voelen. Ja. Weet je, het heeft mij wel alles naar een next level gebracht. Ja. Maar om dat gevoel weer te voelen, van, weet je, het, overdags, het kan zomer zijn, dat het in de zomer dat het voor jou gewoon herfst is. Ja. Dat gevoel had ik steeds. Ja. Weet je, of dat het winter is, terwijl het zomer is. Weet je, dat gevoel wil ik nooit meer. En dat elke dag. Ja. Weet je, dat wil ik niet meer meemaken. Maar.
En mijn strijd heet jouw pagina ook. En daarin deel jij dingen. Ik neem aan ook dat, want ik zeg het, maar veel mensen zullen zeggen van, hey, yo, echt sterk man, echt een voorbeeld. Echt wanneer ik kijk, denk ik van, want dat is wat ik heb. Dat hoor je ook van anderen, neem ik aan. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Het is ook mooi om te horen. Vooral omdat ik het eigenlijk deed om mijn kinderen, om mijn familie trots te maken. Dat was het enige waarvoor je deed, maar je bereikt anderen. Maar ik bereik anderen, weet je. En het is mooi dat ik opeens reacties kreeg vanuit Suriname. En Peru. Weet je, bereik zoveel. Het is niet dat het heel veel mensen zijn, maar. Mm-hmm. Weet je, maar wat ik bereik, vind ik al mooi. Dat er toch een aantal mensen uit het buitenland gewoon hebben bereikt. Ja. Weet je, dat Amerika is. Dat vind ik wel mooi. Weet je, wie had dat kunnen denken, man? Dat denk ik van, man, ja. Kijk wat voor shit ik ben gegaan. En nou zien ze me als inspiratie. Maar ook mooi dat je zei van, want jij zei dus, je was weer depressief en niet jezelf, ook tegenover haar, even uit elkaar. En toen klikte het opeens, een besef kwam, zei het ligt niet aan haar, het ligt aan mij. Ja. En je had ook naar haar terug kunnen gaan en zij zegt van, hey, enough man. Had ze dat had gezegd? Had mij niet uitgemaakt. Ik had die klik wat ik had gemaakt is waar ik nu nog steeds zo in zit. Okay. De onzekerheid bij mij is weg. Weet je, ik voel me een man. Ik ben een echte man. Ja. Weet je, en ik weet van vroeger ben ik weer opgevoed met. Zo groeit iedereen eigenlijk op. Van, weet je gaat naar school met dit en dat, je moet geld verdienen. Mm-hmm. Ik werd afgekeurd en dan weet je niet meer wat je moet doen. En dan moet je jezelf weer gaan vinden. Ja, dus nou weet ik wel van. Ik ga geen geld meer kunnen verdienen. Tenzij ik voor mezelf iets ga doen en misschien iets bereik. Maar geen enkele werknemer wil mij meer. Ja. Weet je, dus wat moet ik gaan doen? Hoe ga ik mezelf weer man voelen? Je raakt persoonlijk failliet. Mm-hmm. Je hebt geen shit meer. Weet je, hoe moet ik me dan man voelen? Dus dat zijn de dingen waar ik mee zat. Ja. Weet je, en het heeft dat zoveel jaar geduurd. Pas in 2015 krijg ik mezelf weer. Bijzonder is dat. Ik ben ook blij dat je deelt. Misschien hebben andere mensen dat ook. Of misschien zitten ze nu in die situatie. Waarin ze denken van... Maar het is mindset. Het is een mindset. En die mensen zijn ook... je weet toch, als je naar die filmpjes kijkt... en dan zie je gewoon een vrouw zonder armen... een auto besturen of haar kind eten geven. Dat lukt alleen door mindset. Precies, het is een mindset. En een mindset kan je daar brengen. En, weet je, en daarom zeg ik... Dat ik zo materialistisch... Ik was niet echt materialistisch, maar het was wel belangrijk dat ik dacht van, weet je, ik moet een mooi huis hebben, ik moet een leuke auto hebben. Zo is eigenlijk iedereen opgegroeid met dat hier in deze... In de westerse kant van de wereld, ja. En nou leer je anderen, nu had ik zoiets toen in 2015, dat had ik het was voor mij weg. Dat is niet belangrijk. En nu wist ik wat voor mij belangrijk was. Ja. Weet je, gewoon, ik ben gewoon belangrijk, ik doe het toe. Weet je, en dat moest ik gewoon weer zelf vinden. En zo heb ik alles kunnen doen. En het heeft allemaal niks met geld te maken. Ik krijg geen respect van mensen omdat ik een leuke auto rijd. Nee. Weet je, ik krijg respect van mensen. En niet van de goede mensen. Nee. Niet van de goede mensen. Nee, dat zit ook er niet om me heen. Precies. Weet je, maar weet je, als ook een lelijke auto rijdt. I don't know, het maakt niet uit. Want dat boeit me helemaal niet. Weet je, ik kijk ook niet zo naar mensen. Weet je? Oh, ja. En ik wil ook niet zo bekeken worden. Weet je? Je hebt geen vrienden als je geld hebt. Nou, misschien was je een heel ander persoon geweest, hè? Als je deze beproeving niet... een heel ander persoon, die je misschien niet had willen zijn. Dat is ook waar ik vaak aan denk. Mm-hmm. Ik kan niet zeggen dat ik MS dankbaar ben voor dit. Yeah. Maar ik ben wel dankbaar voor hoe ik eruit ben gekomen. Precies, ja. Weet je, na al die depressies en zo. Weet je, 6 jaar depressie, bijna 7 jaar in totaal. Is zomaar iets, weet je wel. En dat ik dan zo uitkom met wat ik eigenlijk allemaal nu nog steeds meemaak. Weet je, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik weet alleen maar zoiets van, ik wil nog van alles doen voor het straks niet meer gaat. Weet je, het gaat al steeds slechter met me. Het slechter gaat. Weet je, maar ik vind toch elke keer weer een nieuwe uitdaging. En zolang ik een uitdaging heb, zal ik doorgaan. Weet je, dus ik weet niet, dus het kan nog lang duren. Weet je. En ride and die. Ja, zo gaan we je noemen, ride and die. Groei jij met hem mee? Dus kijk, hij was even weg, mindset, want ik zie jij zeggen, ja, ik was er gewoon toen hij weer kwam. Of was het niet zo zwart-wit, ik was er gewoon toen hij weer zei van, hey, sorry, nou, lach aan mij. Als hij een kanteling maakt, beweeg ik mee. Dus wat hij wil, welk doel hij voor zichzelf wil stellen, daar bouw ik aan mee. Weet je, als hij...
ja, toen hij ging lopen, liepen we samen. Ja. Toen we de Mont Ventoux op gingen, gingen we samen. Mm. Weet je, soms uit een gehele, in een hele gekke bui ga ik gewoon 17,5 kilometer rennen. Ja. Met hem in mijn achterhoofd. Mm. Ik doe niet aan hardlopen, maar ik kan wel hardlopen. Snap je? Mm. En dat, ja, weet je, mensen denken dat ze soms dingen niet kunnen door een beperking of door luiheid. Maar dat is dat ding, weet je, als je het gewoon om kan zetten, dan kan je veel meer dan je denkt, weet je. En daar hoef je niet per definitie ziek voor te zijn. Ja. Je moet gewoon opstaan voor jezelf, weet je. Ja. En daar groei, daar, in die zin groei ik met hem mee, ja natuurlijk. Weet je, ik wil ook dat hij zo lang mogelijk op de been kan blijven. Ik wil ook dat hij sterk blijft. Ik wil ook een sterke man naast me hebben staan. Ik wil ook dat hij een goede vader kan zijn voor zijn kinderen. Snap je? Dat vind ik allemaal belangrijke dingen in het leven. Dus ja, als hij kantelt, kantel ik mee. Mooi man. Maar dan heb je... hij was dus... Jullie waren even uit elkaar. Mm-hmm. En dan komt hij terug... Met dat te hebben meegemaakt, alles wat jullie hebben meegemaakt, kan je, of je mag hem veranderen naar wil je, zonder Winston? Nee. Nee. Het hoeft ook niet. Het hoeft niet. Ik hoef daar niet over na te denken. Niet eens. Nee. Nee. Ik vind het soms wel een klootzak, maar dat mag. Weet je, dat kan ik hem ook gewoon in zijn porum zeggen. of wat er allemaal uitkomt uit mijn mond. Ja, pas op je woorden nu. Ja. Nee, maar ik hoef niet zonder hem. Ja. Weet je, dat is niet... Ik hoef niet zonder hem. Ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi. Is mooi, hè? Ja. En jij, kan je, wil je, of hoef je niet zonder... Ja, die is nieuw, die gaan we erin houden. Ja, ik hoef ook niet zonder hem. ik vind die heel mooi, by the way, hè? Ja, die gaan we opslaan. Ooit in de verre toekomst, als ik dus in plaats naar links kijk, naar die koppen waar de koek op is, maar ik kijk naar de rest en ik zeg, you know what, we're gonna do it. Hey, ik hoef niet zonder je te zijn, hè. Nee, die houden we erin. I love it. Ja, ja, ja. Mooi, man. En jullie lachen ook heel schattig op dit moment, als je dat niet door hebt. Moet je maar even terugkijken. Hey, I love it. We gaan even pauzeren. Goed idee. Oh, ik heb het zo warm. Ik heb het echt warm. En daarom wil ik ook niet mijn jurk om zo doen. Gilly's Love Line, waarin we eerlijk gesprek houden over de liefde. Mijn doel is om de liefde beter te kunnen doorgronden. En met jullie openheid over jullie liefde en hoe dat is om met een ziekte in een relatie te zitten. En dan erachter te komen van, hey, ik heb echt gereden en daar naast me. Want het is niet iets wat je speciaal op je lijstje had staan. Je had niet eens een lijstje. Nee. Maar het is niet vanzelfsprekend nogmaals. Hè? Nee, het staat wel op mijn lijstje. Daar komt natuurlijk wel bij dat je dingen moet meemaken om daarachter te komen. En dat wil ik dan ook weer niet. Ja. Maar that's life. Ja. Dingen gebeuren in het leven. Toch? Precies, zo gaat het. En ik had dan altijd een quote tevoorschijn uit de miljoenen liefdesquote. Of quotes over de liefde, seks of relaties. En dan wil ik graag inzoomen met mijn gasten daarop. Ze zeggen namelijk, in health and in sickness, there is no room for unless. In liefde en ziekte met elkaar blijven, tenzij, en jullie hebben dat live ondervonden. Of is er een tenzij? Nee. Is er nee. Stellig nee, jij zegt maar, nee, er is geen tenzij. Nee, dat hangt van haar af eigenlijk. Maar als het omgekeerd was, is er voor mij ook geen tenzij. Nee. Ja. Ja. Want dat is ook een dingetje, hè? Het is nou, als het omgekeerd was. Ja, dus voor mij ook geen tenzij. Nee. Dat zie je ook aan zijn karakter en hoe hij gewoon sterk is voor zichzelf. Dat is... Ja. Ja. Nee. Dus... No unless, geen tenzij. Zeker niet. Nee, nee, nee. Maar Esther, iemand anders in jullie situatie. Laten we even dan MS nemen. Zou jij kunnen begrijpen als iemand... Een van de koppel dan de handdoek erin gooit, zegt van, hey, ik hou van je, maar dit is zwaar, man. Ja, zou je dat kunnen begrijpen? Ja, dat kan ik wel begrijpen. Dat kan ik wel begrijpen, weet je. Het is ook niet makkelijk. Het is ook niet makkelijk. Maar ja, voor ons is er no other way, snap je? Dus ja, maar ik kan wel begrijpen als iemand anders niet verder...
zou willen gaan in die relatie. Ja, maar dat is heel persoonlijk. En ik denk ook niet dat je mensen daarop mag aanspreken. Kijk, ja. Dat is gewoon heel persoonlijk. Dat is iets tussen twee mensen die beslissing maken. En daar mag niemand over oordelen. Want bij jou was het dan ook... Maar wat vind jij daarvan? Nee, ik vind hetzelfde. Ik heb je als, het begrip voor? Je kan niemand dwingen om met je te zijn. Weet je? En als iemand er niet met je wil zijn om vanwege ziekte, die kan er niet aan. Ja, dat gaat pijn doen. Ja. Weet je, maar je moet laat degene gaan. Want als blijft degene met je, dat is geen healthy relationship meer. Weet je, dat is gewoon klaar, dat wordt niks meer. Ja. Weet je, dus beter gewoon degene laten gaan dan, weet je. Ja. Niet iedereen kan het handelen. Nee, jullie zijn toevallig sterk genoeg daarvoor. Ook mentaal sterk daarvoor, maar... Lijkt me realistisch een dingetje hoor. Als je... Jij kwam toevallig aan het begin. Bijna zo van, hey Winston en ik heb MS. Bijna. Maar als iets je overkomt later in de relatie. Bijvoorbeeld als het als een verrassing zou komen. 3 à 4 jaar daarna dat je erachter zou komen van, hey wauw, wat gebeurt hier? En dan is de diagnose, hey, jij hebt MS. Zou het hetzelfde eruit zien, denk je? Ja, weet je, ik kan niet... Ja, het is moeilijk, moeilijk. Omdat het is niet zo. Moeilijk. Nou, eigenlijk moet ik aan mezelf vragen, denk ik dat het bij jullie nog hetzelfde bereid is? En ik denk het wel. Ik denk dat jullie gewoon... Jullie hebben een apart soort ding. Jullie hebben een apart soort... Ik denk het zelf ook wel. Plus nog, weet je, onze leeftijd nu. Kijk, als je jong bent... Mm-hmm. Weet je, ergens nog in de 20 en je hebt wel nog iemand. Dat geldt niet voor iedereen, hè? Maar veel jongeren zouden dat niet kunnen handelen. Ja. Weet je, een partner hebben en die is daar invalide, weet je, want de jongeren willen nog weggaan, willen nog naar. Wil nog heel veel. Even nog, weet je, en je ziet dan zo iemand als last. Die jongen, die 20-jarige, laten we dan 20, ergens in de 20 nemen. Er is niets met niemand aan de hand. Niet financieel, maar die besluit gewoon, die wordt wakker en zegt: you know what, ik wil iets anders. Laat staan als er een... Precies, zo zit het. Maar als je ouder bent, weet je nu, vooral mijn leeftijd, ik praat het nu echt alsof ik oud ben, maar in ieder geval 51, weet je, ik heb nu echt gewoon, ik heb mijn rust gevonden. Als je jong bent, weet je, testosteron springt alle kanten op, weet je bent onrustig, je wordt boos op de kleinste dingen, je wil al vechten met iedereen om dat die zegt dat die beker wit is en ik zeg dat het rood is. Het is uit! Om de stomste dingen krijgen ruzies, maar als je ouder bent, dan ben je, weet je, kun je dingen makkelijker relativeren, je bent rustiger, je gaat anders met situaties om. Ja, je zei al, jullie hebben dan een kind die is nu 9 inmiddels? Bijna in december. Wat voor effect heeft dat gehad op jullie relatie? Tja, eigenlijk. Ja, ik zou het nog maar even vertellen. Toen zij kwam dat ze zwanger was, ze kwam wat draag je ook weer? Schoentjes. Dat waren schoentjes, blauwe schoentjes. Okay. Maar mijn dochter was ook zwanger toen. Oh. Dus ik zei tegen haar van, nee, Priscilla krijgt een meisje. Yeah. Dus zei ze van, nee, maar dit is niet voor Priscilla. Oh, zo grappig. Ja. Maar eerlijk gezegd... Want je viel niet meteen. Nee, ik wist het niet. Plus nog, ik had eerst eigenlijk ook gedacht dat ik geen kinderen meer kon krijgen, weet je. Want ik had chemo gehad met mijn MS, omdat ik zo hard achteruit ging. En toen die tijd... Ja, er waren er weinig medicaties toen. Vooral met mijn vorm. Met mijn vorm hebben ze nog steeds niks meer. Dus... Je krijgt ook chemo voor MS. Toen wel. Nee, velen wisten het niet. En dit is, dit is 2006 of zo was dit, Weet je, toen kreeg ik dus... negen keer... En ook dat klopte niet, die constatering. Nee, toen zeiden ze dus ze vroegen eerst van, ja, wil je nog kinderen? Ja. Ik heb 2 jongens en een meisje, ik zit goed. Ja. Weet je? En dacht ik, nou, en toen, dus weet je, dus ik zei van, ja, want de kans is groot dat je geen kinderen meer kan krijgen. Dus ik dacht ook van, ja, al die jaren is er ook niks gebeurd, dus ik dacht, ik krijg gewoon geen kinderen meer. Ja. Weet je, en ook de zwangerschap bij mijn ex was ook al fout gegaan doordat ik geen man had. Dus ik dacht, ik krijg echt niks meer. Ja. En toen werd ze dus zwanger, dus ja. Dus nog het was bijzonder. Het was eerst een schrik, maar aan de andere kant, het was voor mij ook bijzonder. Tuurlijk. Weet je, en nu was ik ook, ja, ik,
na alles waar ik doorheen ben gegaan, ja, word ik weer vader op een andere manier. Weet je? Drie kinderen van me verschillen, hebben een grote leeftijdsverschil. Ja. De laatste drie. Weet je, en dan zie ik me, weet je, hoe ik met mijn eerste twee was, hoe ik daar als vader ben. Met mijn derde aasen ben. Maar ja, toen kwam gelijk een MS erachteraan, dus ja, dat is shit. En hoe ik dan nu ben. Ja. Weet je, ik ben echt drie verschillende vaders geweest eigenlijk. Bijzonder, ja. Weet je, dat is raar, weet je. Maar nu vind ik wel dat ik het wel oké doe. Vergeleken met bij de eerste twee. Weet je, maar toen was ik nog jong. Ja, anders, weet je. Maar het heeft... voor hoe ik nu ben, want wat was je vraag eigenlijk ook weer misschien? Ik zit zo te luisteren wat dat heeft gedaan voor jullie relatie. Ja, ik denk dat het een kerst op de taart was. Ja. Kijk jij ook zo daarnaast? Nou, voor mij was het geen kerst, het is mijn eerste kind. En de laatste. Nee, maar ik bedoel op de relatie, op de relatie, op de relatie bedoel ik, hè? Ja. Nou, zo zag ik het niet. Nee? Nee. Ik heb heel dat was erg... logisch. Jij zag het al. Oh, we gaan ook een kind krijgen. Nee. Ik heb heel erg gestroggeld in het begin toen mijn zoon werd geboren. Met het feit dat ik moeder was. Mm-hmm. Ik vond het heel bijzonder dat ik zwanger mocht zijn. Want vele hebben niet die zegening. Dus ik was daar ontzettend blij mee. Maar toen hij werd geboren, toen realiseerde ik me... en nou ben ik moeder en nu moet ik het doen. En ja, wat moet je dan doen? Ik wist niet eens in het begin hoe ik hem moest voeden. Ik vond het heel eng. Ik had ook niet meteen een band met mijn zoon. Dat vond ik nog het meest erge. Als ik hem bijvoorbeeld ging verschonen dan op de commode, dan hing ik boven hem. En dan dacht ik van ja, nu moet je iets tegen je kind gaan zeggen. Maar dat is toch raar dat je tegen een pasgeboren baby gaat praten. Ik kon daar niet en bij. En veel vrouwen die dit hebben. Ik kon daar gewoon niet bij, weet je. En dat ook dat heeft, ja, moest ik in groep. En dan ging je schuldig voelen dat je dat niet had? Ja, soms wel. En ik nam het mezelf ook kwalijk van ja, waarom kan ik dat niet? Waarom ben ik niet zo, weet je. Mm-hmm. Maar inmiddels, voel ik me wel echt een moeder, weet je. En ja, ik hou ontzettend veel van die jongen. Dat deed ik ook al, maar niet zo bewust. Ja. Oké. Okay. In health en in sickness. Geen ruimte voor, tenzij. Absoluut niet. Nee. Belangrijk. Je zijn bewijs daarvan. Hey, we're gonna lighten up the mood, oké? Okay? We gaan een spelletje spelen. Heel simpel, ik heb hier twee bordjes. Roos. Winston. Yes. Esther. Aan de andere kant, Esther. Winston. Heel simpel. Ik ga een paar vragen stellen. En dan kan ik eigenlijk zien hoe goed jullie elkaar kennen of waar jullie gedachten zijn over elkaar. Enige antwoord wat je kan geven is Esther of Winston. Oké. Okay. En dan graag niet naar elkaars bord kijken, antwoord geven en daarna kan je eventueel kijken. Ja. Heb ik het een beetje goed gedaan? Nee, het wordt een beetje ingewikkeld, maar komt goed uiteindelijk, juist. Gaat lukken toch? Kijk even hoe het er staat. Ja, komt goed. Dus... Oké. Niet naar elkaars bord kijken, ik herhaal het altijd, want het is altijd aan om te kijken van wat heeft die gezegd. Ja. Zijn geen moeilijke vragen, ik verzin het ook ter plekke. Laten we met de eerste beginnen. Als ik zeg, wie is het koppigst? Niet naar elkaars bordje kijken. Winston. Oh, daar ben je dan wel. Echt waar? Ja. Wat maak je zo koppig dan, Winston? Ik weet niet, het zal wel mijn horoscoop zijn. Ik ben een ram. Je bent een ram? Ja. Oké, ik ben ook een ram, maar ik claim geen koppigheid. Ja. Alleen dat alles koppig. Dat wilde ik net zeggen. Ik geef het ook nu pas voor het eerst toe. Oké, jij koppig. Jij bent beide gewoon koppig. Waar is hij het meest koppig in? Ah, hij denkt dat hij altijd gelijk heeft. Dat heb ik ook. Maar dat is echt zo. Yeah. Maar hij denkt altijd dat hij gelijk heeft. Het is niet dat ik denk, het is zo. Oké. Gaan we naar het volgende. Kijken of jullie dat kunnen herinneren. Wie zei het als eerst? Ik hou van je. Ach, makkelijk. Oh ja? Oh, Esther. Ja? Was dat vroeg? Was dat... Je weet ook het moment?
Heel gezellig. Ik zet je op de spot, hè? Ja, echt. Nee, dat geeft niet. Ik weet het ook niet meer. Je weet het ook niet meer? Ah. Nee, ik ook niet meer. Maar je zegt het vaak. Jawel, want ik vind dat het ook onderdeel maakt van elkaar liefhebben. Ja. Je moet het kunnen uitspreken en kunnen voelen. Oké. Dan, het is er bijna aan gekoppeld. Nee, niet eens, hoeft niet per se. Maar wie is het gevoeligst? Ah. Ja, toch, hè? Vandaar dat je als eerste zei, hey, ik hou van jij, hè? Huh? I ain't ready. Jij ja, bent het gevoeligst, Esther? Ja, zeker. Jullie kennen elkaar tot nu toe goed. Ja. En is dat huilen, is dat... ook. Is dat ook boos, wanneer je boos bent? Is oh, dat ook, ja. Kan je flink schelden, Esther? Oh ja, oh, ik kan het hele woordenboek. Ja? Ja. Ik leer steeds nieuwe woorden erbij. Ja. Ja. Nou, dan wordt de volgende vraag. Wie is het... Nou, maar die goede woord gebruiken, hoor. Wie wordt het snelst boos? Ja. Niet naar de kastbordje kijken. Hij zegt Winston. Nee hoor, hij heeft Esther staan. Je was verrast. Hij hoort ook een snel. Ja, dat is dan het emotionele, zeg maar. Nou, niet eens emotioneel. En terecht boos? Of soms ook af en toe, als je eerlijk bent van... Ja, het hoeft niet eens terecht te zijn. Maar ik ben gewoon... ja, wat ben ik eigenlijk? Altijd boos. Zo ontmoet je haar toch ook? En toen zeg je van, die muur ga ik slopen. Ja. Juist. Ik trek mijn dingen snel aan. Ah. Ja. Ja, ja. Waarom doe je dat? Ja, want ik vind het moeilijk om dingen los te laten. Oké. Maar je bent er wel bewust van, zo te zeggen. Jazeker, ik ken mezelf. Oké, nu nog aanpakken. Of je gaat gewoon zo laten. Ik ga eraan werken. Maar dat is waarschijnlijk wat je ook leuk aan hebt vond. Juist, dat is het. Ja. Oké. Wie heeft de beste humor? Ja. Oké, dat is goed. Oké, wauw. Sowieso? Ja. Ja. Liet hij je lachen vanaf het begin? Ja, om de domste dingen. Om de domste dingen. Maar niet eens dat hij grappig is. Nee. Maar ik heb gewoon geen humor. En dat... Oh, dan is het makkelijk in te vullen. Ja, Heeft ze geen humor? Nee, echt niet. Echt niet. Ze heeft domme humor. Echt. Nee, soms heeft ze wel humor. Heeft ze wel leuke humor. En zo. Dus ik moet wat meer moeite doen om het te laten lachen. Ja? Mm. En soms moet je helemaal geen moeite doen om het te laten lachen. Dan moet je gewoon iets stoms zeggen en dan komt ze niet meer bij. Jullie maken het wel, zijn we op één lijn. Ik moet er even iets moeilijks van maken. Ik ga iets moeilijks van maken. Mm-hmm. Niemand gaat vreemd hier. Niemand. Ja? Dat weten we. Ja. Maar als er iemand vreemd moest gaan, wie zou dat zijn? Ik had het. Ja, ik moet de vragen stellen, hè? Ja, ik moest het moeilijk maken. Esther, Winston. En nu hebben we een discussie. Niet gevoelig worden, niet boos worden. Nee. Waarom zeg jij Winston? Ja, omdat het toch een man blijft. Echt? Nou ja. Scheer je ons over één kam? Nee, laat het gewoon simpel houden. Nee, maar kan. Okay. Laat het gewoon simpel houden. Oké. Waarom denk je Esther? Ik denk het niet, maar als ik Winston zou zeggen, dan ben ik de lul. Ja, slim. Is tactische overweging. Tactisch. Dat is ook niet de leukste vraag om te stellen. Maar omdat jullie het mij moeilijk maken, ga ik het jullie ook moeilijk maken. Geef niet. Wie klaagt het meest? Oh, nee. Esther. Maar jij kent jezelf ook goed, los van dat hij je goed kent. Dat is haar tweede naam. Ja? Oh ja. Esther klaag. Okay. Ja. Waar klaag je dan zo over, Esther? Ja, het is lekker luchtig. Ik hou ervan. Ja, weet je? Over alles. Ik hou gewoon van klagen. Bestempel jezelf als een moeilijke vrouw? Jawel. Ja? Ja, absoluut. Oké. Ik vind het leuk ook dat je er allemaal bewust van bent. Ja, ja, ja. En je gaat er niets aan veranderen. Jawel, sommige dingen zijn aan te werken. Maar de definitie van Esther, die blijft toch wel Esther. Ja, ja. En dat kunnen sommige mensen. En sterker nog, jij beaamt het van moeilijke vrouw ben ik. Ja, klopt. Ja. Klopt. Je maakt geen grap. Nee. Je laat niet over je heen lopen. Nee, absoluut niet. En dat heb je nodig, toch? Precies. Is hij degene die jou dan
rustig kan krijgen? Ja, hij, als ik dit zeg en hij zegt dat, dan kan ik daarover nadenken en dan... Je bent bereid erover na te denken, bij hem wel. Jawel, jawel. Maar ja, niet iedereen kan met mij in gesprek gaan als ik helemaal uit mijn plaat ga. En hij wel. Dat duurt even. Ja. Hij lacht dan ook op. Hij ziet situaties voor zich. Ja, dat snap je. Jawel. Wie kookt het lekkers? Ja. Oh, nee, dat ben ik zelf. Esther. Ja, we begrijpen hem. We begrijpen hem, we doen het gewoon ermee. Oh, Esther, ja? Jij bent kok van huis? Ja, hij kan ook goed koken, maar ik kook beter. Ja, dat is het. Wat kook je dan zo? Nou, van alles. Ik hou heel veel van de Italiaanse keuken. Ik hou ook wel van de Surinaamse keuken. Dat ben ik... Wat is je specialiteit? In de Surinaamse keuken. Algemeen? Ben je zo breed dat we het moeten categoriseren wat... Jawel. Wat vind je het lekkerst dat Esther maakt? Ik weet niet, het is niet één ding voor mij. Alles is lekker. Ja. Je wordt verwend. Ja, maar ik heb ook nooit een favoriete gerecht of zo bij iets gehad. Weet je? Het is of iets smaakt goed of iets meer goed. Maar het is niet iets dat ik denk van, nou, dat wil ik nou elke week of elke dag eten of zo. Weet je? Het is wat op dat moment het lekkerst is. Maar ze is vaak van het, ze houdt van de culinaire dingen maken. Ja, ik hou van mooi koken. Mooi koken. Oh ja, oh, dat is leuk. Dat vind ik wel leuk. Maar dit is zijn we niet gewend als dat normaal? Niemand heeft tijd. Snap je? Yeah. Weet je? Ja, weet je. Weer dat is mooi, dat is mooi. Je maakt echt een dingetje van. Ja, weet je, dat is weer wat anders dan een eenpans gerecht of een nasi of een bami. Weet je, bami is wel goed trouwens. Met bami kip. Of die bami kip van haar is wel gruwelijk. Maar, maar weet je, dat is dan weer eens wat anders. Weet je, om iets uit de culinaire keuken te eten. Dat is daar ook wel van. Oké. Wie van jullie gaat het beste met geld om? Oh. Deze is standvastig. Bam. Claiming. Ik denk... Ja? Dat denk ik wel. Esther. Ja. Ja. Tot nu toe is het, ja? Daar ben je ook trots op. Een heel belangrijke eigenschap, hoor. Ja, wel. Ik kan het ook uitgeven als water. Top. Ja, ik kan het uitgeven als water. Maar zelfs dat maar is verantwoord, omdat verantwoord. Je ruimte voor hebt gecreëerd. Waar geef je het liefst aan uit dan? Ik word wel heel blij van boodschappen doen. En dan kan je ook van dat lekkere en mooie dingen maken. Ja, ik hou gewoon... het hoeft niet per se een volle koelkast elke keer te zijn... Maar ik hou gewoon van boodschappen doen. Ik heb niks met kleding of make-up. Of ja, toevallig vandaag dan. Maar voor de rest, die dingen allemaal boeien me niet zoveel. Mm-hmm. Maar ik word heel blij van boodschappen doen. Oké. Okay. Ja, als je mij in een Albert Heijn XL naar binnen gaat... Dan, self-feest. Ja, joh. Ik denk dat ik dit antwoord al weet als ik kijk naar jullie andere antwoorden. Maar wie zegt... Wie maakt het als eerst goed tijdens een ruzie? Ach, simpel. Ik weet wel wie. Je mag niet kijken, hè, Esther? Nee, daarom heb ik mijn ogen dicht. Ze denkt nog. En je moet antwoord geven. Nou, dan doe ik mezelf maar. Ja, echt waar? Oh, dit is de eerste echte tegenstrijdigheid. Winston. Ja. Esther. Maar wacht even. Want jij kwam meteen... Maar jij twijfelde. En waarom ben jij er dan toch, volgens jou? Ja, omdat... Je zegt van, hey, sorry, schat. Ja, omdat ik dan... terug in de tijd moet gaan. Yeah. En dan denk ik... En hij heeft het over gisteren. Nee, als ik terug in de tijd moet gaan, dan denk ik... hij was heel erg opvliegerig. Yeah. Kon vaak boos zijn. En dan was ik degene die het temperde. Oké. Dus ja. Waarbij jij net zei dat hij degene is die jou kalm weet te krijgen. Ja. Ja. Periodes dus. Fases. Er zijn fases geweest. Ja, fases. Maar ik denk misschien is dit 50-50. Want
Als ik weet dat ik fout zit, dan kom ik naar haar natuurlijk. Weet je, als het is begonnen bij mij, yeah, kom ik naar haar om het goed te maken. Ja, en als ik weet en omgekeerd, dat ik het ja, fucked up was, dan doe ik en dat. Vaak ook, al was zij begonnen, dan kom ik alsnog. Dus eigenlijk is het niet eens 50-50. Het is gewoon winsten eigenlijk gewoon. Heeft hij een beetje gelijk, Esther? Zij gaat voor 50. Oké. Okay. Ik kan geen antwoord. Oh, oké. Okay. She's giving in. Yeah. She's giving in. Hey, ik hou van die openheid. Want ik hoop dat mensen hier naar kijken die zelf in een relatie zitten waar ze worden getest door wat dan ook. Of het nou ziekte is of whatever, financiële dingen. Soms is het ook een familielid waar iets mee is. En dan krijg je er ook mee te maken. Whatever it is. Jullie hebben gedeeld hoe jullie met de uitdagingen omgaan die jullie krijgen voorgeschoteld. En ik zie liefde. Ik zie echtheid vooral. Realness. Niet alleen in de persoonlijkheden, individuele, maar ook samen. Koppel. Dus dat is jullie gegund, want dat kan je niet faken. Kan je niet creëren. Het is gewoon iets wat is ontstaan. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. We zijn het over eens, ja, hè? Ja, goed. Daar mag je blij mee zijn, denk ik dan, hè? En blij zijn met elkaar. Ja, zeker. Als we jou Ride and Die noemen, wat voor naam gaan we maar Winston geven dan? Dat mag jij even zeggen. Wat is Winston voor jou? Neem je tijd. Dan, ja... Ik vind dat lastig in één woord te zeggen, maar dan denk ik wel dat hij true is. True. Ja. Je komt met zware woorden hoor. Nee, want ik vind dat zijn zware dingen hoor. Ja. Dit zijn dingen, mooie woorden. Ja. Wat was dat mooie wat je nou zei? Het hoeft niet. Oh ja, ik hoef. Ja. Nee. Ik hoef niet zonder hem. Ik hoef niet zonder hem. Nee, dat was het. Die was mooi. En ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Want ik vind dat het heel veel mooie dingen hoort vandaag, by the way, inspirerende dingen. Wat wel belangrijk is, want jij hoorde voor het eerst over MS, ben gaan googlen. Waar kunnen we meer over MS weten en waar kunnen we steunen? Ja. Is er een plek waar we meer kunnen lezen? Mijn strijd kunnen we volgen op Facebook. Ja, Mijn strijd tegen MS. Het heet Mijn Strijd tegen MS, ja, page op Facebook, dan zie je gewoon Winston. Vanzelf Winston Carillo zien, dus, en als je googelt. En wat je dan ziet, is deze man, deze man kwam hier binnen op een rolstoel, hè? Maar dan zie je hem weight pushen, en niet een beetje licht ook. Dat is nog het mooiste als ik in de sportschool ben. Ja. Als ik met mijn rolstoel kom, al die jongens kijken van, nee, gaat hij nou echt gewoon de bank drukken? Ja. En zie je hem gewoon die gewichten pakken met de rolstoel. Ja. Staan ze gewoon stil gewoon te kijken hoe ik het ga doen. Maar ik hou er wel van. Check het, want het is inspirerend om te zien. En een beetje egoïstisch, het geeft jezelf ook een boost van, I gotta go. Dus het inspireert mijn strijd tegen MS op Facebook. Ja. Hey, als jij ook zo'n soort verhaal hebt en die wil je met me delen, of je hebt vragen over dit, wat dan ook, je kan me bereiken op social media via de handle @gilirutu op alle socials. Stuur een bericht. Als je dit ziet op YouTube, like, comment. En als je aan het luisteren bent op Spotify, check even het filmpje. Leuk koppel heb ik hier naast me zitten. Ride or die. En je kan kijken hoe ze zo verliefd naar elkaar keken tijdens sommige van die vragen. Sommige van die verhalen. Kijk, gaan ze weer. Zoals ik altijd zeg. If it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag weer bij de volgende date. Yeah.